Nou, we zijn niet meer jaren zo. Spulletjes voor de winter weer voor elkaar. We hebben hier de nieuwe koffer, de 150 Pro. En wat deze koffer nou zo handig en fijn maakt, is we hebben een 120 kant. Deze gebruik je voor de motor. Je kan hier ook jouw sokken of je wandel jas of wat dan ook eigenlijk op aansluiten. Dus daar kun je heel creatief mee zijn. Er zit een vernieuwde C-poort op. En USB. Sigaretten aansteken. Kun je eventueel nog een zuurstofpomp of iets anders opzetten. Waar je het ook voor wil gebruiken. Ik gebruik hem heel veel voor mijn luchtpomp, zodat ik de bellyboot kan oppompen. Hier zet je de motor natuurlijk. Dan hebben we de andere kant. Hetzelfde, ik gebruik hem voor korte sessies. Als je lekker 8 tot 10 uurtjes wil vissen, hier zit 30 ampère in. Zet je je fishfinder, je livescope kun je hierop zetten. Je kan hem ook in zijn geheel gebruiken, de 150 ampère natuurlijk. Daarom heb ik zelf, ga ik ver weg. Heb ik altijd nog twee keer 28 ampère. Een beetje voor die-hard vissen, als je echt 's ochtends vroeg begint en je gaat tot 's avonds laat. Twee van die, ja, wat zijn het eigenlijk, hoe noem je deze, Tommy? Spanningsregelaars. Spanningsregelaars tussen, dan kun je hem volledig benutten, de accu. Wat ook super makkelijk is natuurlijk, als jij jouw livescope hebt opgerold, het zijn natuurlijk dure kabeltjes van Garmin. Dus daar hebben we een kabeltje voor. Deze in dit geval is een meter lang. Die zetten we op de koffer. Je gaat rechtstreeks je tas in. Dus je kan altijd jouw kabels voor de livescope wel erop gerold laten zitten. Super handig. Kun je, dacht ik, kopen als accessoires ook. Ja, klopt. Ja. Nou ja. Alles weer compatible gemaakt. Dat houdt in eigenlijk alles in dezelfde stekkers. Jouw cel die houdt deze stekkers ook aan. Dus heb je vrienden die hetzelfde systeem hebben en die een keer wat vergeten of zo, die kan alles op elkaar aansluiten. Is er helemaal top. Power. Ja.